Je bent eigenlijk een beetje een jeugdheld van me. Ik schaakte heel veel toen ik vroeger klein was. Jij bent een van de mensen die mij logisch heeft naleren denken. No. Want schaken is natuurlijk een psychologisch spel, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar eigenlijk begint die psychologie ook al vlak voordat de wedstrijd begint. Ja. Namelijk met de keuze wie mag beginnen. Ja. Want het klopt toch dat je een witte pion en een zwarte pion neemt? Ja. Dat je die achter je rug houdt? Correct. En dat de ander dan mag raden? Ja. In welke hand de witte pion zit? Ja. Nou, dat wil ik vandaag ook met jou gaan doen. Dus ik geef deze twee pionnen aan jou. Ja. Onthoud even waar je wit hebt zitten. Ja. Dan haal je die achter je rug. Ja. Dan draai ik me even om. Ja. Dan stop je die witte pion in een van de twee handen. Dus je mag hem in de hand houden waar je hem in hebt zitten. Of je stopt hem in de andere hand. Ja. En dan hou je alleen die hand, die hou je naar je voorhoofd. Ja. En die hou je tegen je voorhoofd aan. Ja. En dan wil ik dat je mentaal denkt, deze witte pion is van mij. Dus zeg niks hardop, maar probeer gewoon mentaal in gedachten te zeggen, deze witte pion is van mij. En als je dat gedaan hebt, dan steek je je handen weer voor je uit. Gedaan? Yes. Oké. Okay. Haal ze ietsjes uit elkaar. Ik zou zeggen deze hand. Wit is daar. Mooi. Mooi. Ja, leuk. Als ik de truc zou weten, dan zou ik daar heel veel baat bij hebben. Want dan, maar goed, ik zou maar God niet weten hoe die dat doet. Wil je graag nog vertellen of niet? Wil jij ook weten hoe dit werkt? Dit is het geheim om altijd te winnen met dit spelletje. Stiekem maak ik gebruik van de werking van het menselijk lichaam. Dat zit zo. Je hart is een samentrekkende spier die je bloed continu door je lichaam pompt. Op het moment dat de hand met het schaakstuk tegen je voorhoofd wordt gezet, komt die hoger dan je hart te liggen. Hierdoor heeft je hart meer moeite het bloed tegen de zwaartekracht in naar je hand toe te pompen. Het resultaat hiervan is dat het bloed langzaam uit deze hand stroomt. Hou je daarna beide handen weer naast elkaar, dan zie je een duidelijk kleurverschil tussen beide handen. En weet je dus dat het schaakstuk in de meest lichte hand zit. Probeer het thuis maar eens. Het werkt echt. Mooi, mooi. Ik zou het bijna niet durven vragen, maar zou ik tegen de grootmeester een potje willen spelen? Tuurlijk, ja? Ik heb de witte pion gevonden en dus mag ik beginnen. Ik zou zeggen... Oh, prettige partij. Prettige wedstrijd. Ik begin meteen maar met de klassieker. Scandinavisch. Ah. Kijk. Ja. Schaken is een complexe bezigheid. Met 32 schaakstukken en 64 vlakken zijn er eindeloos veel zetten en dus ook ontelbare slotstellingen mogelijk. Schaak en mat. Dat was mij een genoegen. Gefeliciteerd. Mooi. Mooie slotstelling. Ja? Je bent er wel tevreden over? Ja hoor. Nou klinkt dat misschien een beetje gek uit mijn mond, Hans, maar ik ben er eigenlijk ook best wel tevreden over. Want? Ik heb nooit de intentie gehad om van jou te winnen. Ik zou niet eens durven beweren dat me dat ooit zou lukken. Maar, kijk eens... onder een bord. Oké, even kijken. De slotstelling. Het is inderdaad de slotstelling. Ja, ga weg. Het is schaken, maar dan met illusies. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Dankjewel, Hans. Het is een eerlijke partij geweest, een open partij. Toch weer gemindfucked. Ervaar het eindelijk zelf. Ga naar mindfucklife.nl.